En nu in de voorbije jaren ken je natuurlijk veel minder mensen die dronken zijn. Maar ja, in het begin is dat moeilijk ook. Hè. Je hebt tijdens het licht gezien, tussen aanhalingstekens, en het drinkt niet meer. En je ziet dan alle mensen die massa's veel drinken. Dan willen die allemaal in het begin allemaal rennen. Ja, en dat is niet goed, dat is gevaarlijk. En, ja, dan merk je eigenlijk dat dat net tegenovergestelde gebeurd is. Dat mensen, oh, laat me een keer met rust, dat doe ik normaal. En mensen die niet willen hulp wonen, kunnen niet helpen. En dat is, ik heb dat leren aanvaarden. Het heeft wel 2 jaar geduurd. Omdat ik wel vrienden had rondom mij, of mensen dat kende, dat ik zag dat het niet de goede richting uitging. Maar eigenlijk moet je leren aanvaarden dat ieder zijn eigen proces heeft in het leven. En dat is eigenlijk de moeilijkheid voor elke mens. Je kunt een andere persoon niet veranderen, maar je wel je eigen idee veranderen rond die persoon. En eigenlijk mijn idee om mensen te helpen was niet meer de mensen rechtstreeks helpen. Van, hey ja, allee, zeker mensen die niet wouden stoppen. Maar mijn idee was meer, ik ga een website starten. De beste beslissing bestaat 8 jaar. En ben er ook video's bij in deel. Ik ben Michael en ik ben zo gestopt met drinken. En dat was mijn idee om mensen te helpen onrechtstreeks. Omdat er dan vroeg of laat wel een keer die mensen naar die film zouden kijken. Maar in het begin was er ook zeer moeilijk. Heel veel weerstand, mensen overdrijft en van alles naar niets. Ik weet, na een paar jaren kwam ik soms mensen tegen waar ik nog mee was uitgeweest en die dan zeiden, maar sorry dat ik in het begin zo'n tand deed. Ik zei wel goed bezig en zo, dus dat was wel plezant, maar ja. Omgaan met mensen drinken, ik heb er op zich niet veel aan doen. Ze drinken te veel, je zegt dat. Maar ja, als ze niet willen stoppen, is dat zeer moeilijk. Wat ik wel... concrete tips dat ik soms geef aan mensen als ze willen stoppen, als je iemand wil helpen om te stoppen met drinken, is bijvoorbeeld, ik heb verschillende boeken geschreven, maar een boek van Succesvol Minder of Stop met Alcohol, dat is via het standaard uitgeverij uitgegeven. En als je iemand wil helpen, geef gewoon die boek cadeau. Gewoon een cadeau geven. Maar natuurlijk zijn mensen tegen mij dan van, ja, maar dat durf ik niet. En wat is er interessant, is dat mensen die willen stoppen met drinken, of die niet willen stoppen met drinken, hebben bepaalde angsten. Angst van dat niet gaat lukken, maar eigenlijk de mensen, als ze een boek moeten afgeven aan iemand met een alcoholprobleem, hebben die mensen die hem moeten afgeven ook angsten. Want ze van, oh ja, gaat hij kwaad zijn, het gaat misschien ruzie zijn, of hij gaat ambtant. En eigenlijk zeg ik ook aan die mensen, is, zij moeten ook door angsten gaan. Dus ik kan bijvoorbeeld een boek geven. Ik heb in tijd al met toen bericht gestuurd naar vrienden van mij die te veel dronken. Maar niet veel, hè, maar zo 1 keer per jaar. Van, je weet dat mijn beste maat zit, of je weet dat je vriend bent, maar... Allee, op die manier is het soms voor mij moeilijk. Dus gewoon met spreken wat ik voel. Maar niet iedere week zeggen, oh, drink veel, dat helpt niet. Elk mens die te veel drinkt, die weet dat onbewust. Maar gewoon ook proberen te aanvaarden. Ik weet hoe het mens met een alcoholprobleem. Hè, dus je kunt zeggen, ja, dat is een alcoholieker. Hè, maar dat is een lieve persoon met een alcoholprobleem. En dat is ook hoe ik naar veel mensen kijk. Als ik bijvoorbeeld rondloop en ik zie mensen zat, dat is geen zatte mens. Nee, dat is een mens, een vriendelijke mens, een lieve mens, maar op dat moment is hij zat. Dus ik kan dat een beetje, gelijk zo een beetje splitsen van elkaar. En dan, dat is voor mij ook een betere manier om daarmee om te gaan. Van, ah nee, en hij drinkt veel en is niet goed bezig. En, ook, ja, de reden dat mensen drinken is omdat ze hersenen niet goed voelen. Dus ik ga soms ook andere vragen stellen. Ik zeg, het gevoel dat alles oké is. Heb je het gevoel dat soms iets mist in je leven? Heb je het gevoel dat je behoeften vervolledigd zijn? Dan kijk ik wel mensen ook raar. Maar snap je, op die manier ga je een beetje weg van die alcohol. En dan komt er misschien ruimte om daar wel over te babbelen.